Hey, goedemorgen. Dames. Oh, geweldig, geweldig. Bedankt voor alles. Ja, Jim, ik hartstikke bedankt. Maar de man had ik. Tuurlijk. Jawel. Oh, sorry. Hartstikke mooi. Nee, ben je aan? Nee, dat scheelt. Hartstikke mooi. Ja, hartstikke bedankt. Hartstikke gezellig. Kijk, toppie. Nou, dat is geweldig. Peek, je kan het maken. Peek, dat is geweldig. Toppie. Ja, leer. Ik kom. Ja, maar stil, wat is er in de busje? Fokkie, doe ik. Hartstikke bedankt. Ja, maar ik hier weg. Ja, maar ik vind het wel. Ja, dat hoop ik wel. Tuurlijk, dat ook. Nou, komt met even aan, een barreltje of zo. Nou, ik vind het geweldig. Ja, ik vond het geweldig. En die skippert. Dit is voor je een bekende? Ja, dat is Frans, hè. Die brengt je al jaren de post bij jou natuurlijk. Het is een begrip. Ja, krijg als de oren postman, hè? Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Dus je hebt toch een vermaat om erin verrassen? Ja, ik hier de vlag al uit, maar ja, toen weerde er je nog net. Een vakje is Jordje. Ja, dat is Jordje. Oh, oké. Van harte, helemaal van oké. Nog een keer. Daar heb ik geen probleem mee, hè? Ja, maar we graag tuten. Ja, zeker, maar dat wil ik wel zeggen. Ik kon dat ik hoor daarom. Ik bedoel, het gaat bijna een tutsje naar de oor. Is dit nou, jouw eerste dag? Nou, het doet je wel. Ja, het is knoflijk. En dat vind je hier om op te halen. Dan zeker dat met plezier. En dan ga ik dingen. Eerst had ik dacht van, ja, vind het schitterend. Ik schoot je nooit tegen wiet net. Maar dat is nooit tegen van, nou ja, ik denk van, ja, dan ben ik er al gewoon daar. En dan heb ik het knoflijk daar om ermee op te halen. Nou, hij je in die dik 30 jaar als postbode, hij je vast wel 10 jaar mooi maken. Ja, dat is wel leuke dingen wat ik mooi maken. Ha, die bij Simmer dat begon op een man, dan begon met de tonger in begon. Ja, die hond hier een hekel om tonger vanzelf. En ik zoek lekker naar een bakje met post op pakken en ik ging de rechterkant hier in de door. En zo heeft die dikke Rottweiler, die heeft me in de auto, dat die bang weer voor die tonger vanzelf. En ik maak geen mogelijkheid om die honden weer te krijgen. Daar blijft de vrouw en de man erbij om eruit te halen, maar die konden maar net uitkrijgen, blijft steken de roe was op halen. Dat is dan heel geheist te gaan om eruit te krijgen. Dat blijft zijn, want dan was het heeft zo'n boek, dan was maar op de fiets doen. Ik zei, dat wordt niks. Ik zei, die hond maakt eruit. Ik zei, maar die post en die post houden, maar ook mij. Daar blijft ze mij een paar mooie handen gelukkig al eruit krijgen. En de post is uiteindelijk al je bezwaar? Ja, zeker. Dat had ik dan altijd nog maar herkennen. Ja, gelukkig wel. Ik vind dat ik geen probleem met mij. Dat is niet het beste, hè?